Vrienden, kunnen jullie het nog volgen? Nou, ik niet hoor. Nee, ik kan het echt niet meer volgen. Nee, hier, ik bedoel, heb je het gelezen over die ministerie van VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zo? Die heb je gelezen. Dat zakt je broek zo verschrikkelijk hard vanaf. Ja, en zeker met dit weer. Ja, al die mannen in die hup, die korte broek, poepen op de enkels. En bij de dames, daar hangt de slip gewoon ook op de knieën. Dat kan toch geen bretel tegenop. Nou hebben ze van de Volkskrant, die hebben al een tijd gevraagd. We willen graag die berichten zien. Weet je wel, tussen die Van Linde en het ministerie over die mondkapjesdeal. We willen gewoon alles in die appberichten en alles, die willen wij zien. Ja. En nou, zegt het ministerie, nou die geven wij niet. Dus er kwamen rechtszaken over en dan werden ze veroordeeld tot 100 euro per dag boete. Nou goed, en dat ging maar door, en die rechtszaak. En wat zegt dan zo'n ministerie? Die zeggen nou, die berichten met die Van Linde en alles, weet je wel, die geven we niet. Pardon? Dus alles over die deal met die Van Linde, dat gaat gewoon zo de doofpot in. Want die Hugo de Jonge en die topambtenaren daar bij VWS, die hebben natuurlijk enorm geblunderd. Ja, dat begrijpen jullie, dat snappen wij wel. Ja, die hebben natuurlijk enorme fouten gemaakt, want die hebben even niet gekeken of die Van Linde en zijn vrienden, of die bij de afdeling oplichting zaten, ja of nee. Ja, en daar zaten ze dus bij. Ja, en ze hebben natuurlijk veel te makkelijk met al het belastinggeld gegooid naar die Van Linde en zijn mannen. En ja, en dat staat natuurlijk nu allemaal in appjes en in berichtjes en in e-mailtjes. En dat moet allemaal hup onder het tapijt. En wat doen ze dan? Dan zegt zo'n ministerie, nou, wij geven geen informatie. En we betalen gewoon de boete, nu al, 15.000 euro. Ook weer belastinggeld, vrienden, ja. En die betalen ze dan gewoon. En daarmee is dan de kous af. En dat is dan weer het nieuwe kabinet, vrienden. Dat zien we hier weer. Want ik hoor nog die Rutte zeggen bijvoorbeeld, nou, nee, we gaan het helemaal anders doen. Nee, het gaat vanaf nu helemaal anders. En ik hoor nog de kakelende Kaag met grote verven zeggen, nee, maar nu komt er een heel ander bestuur. Nu worden we transparant. Oh ja, kakelende Kaag. Mag ik even weten wat hier transparant aan is? Aan gewoon al die blunders van jullie gewoon up onder het tapijt en in de doofpot te stoppen en noem maar op. Dat is dan transparantie. Vrienden, inderdaad, mijn broek is afgezakt.